Breda Nu. Ja, een hele goede avond allemaal, dames en heren. En welkom bij de 7e aflevering alweer van Breda Nu Live. Een hele goede avond, hoi. De 7e. Oh, gaat het snel, hè? Gaat snel, die weken zijn voorbij gevlogen. Ongekend. Goh. Hey, Mike, hoe ja. Is jouw week geweest? Warm. Warm, hè? Warm, en bij jou? Bloedheet. 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 Wat was jouw heetste moment afgelopen week? Nou, die heb ik net beleefd. Van al? Ja, ik stond hier in de file en mijn airco is kapot. Oh. Ja. Dus, oh. dat is gewoon kloot eigenlijk. Ja, dat is best wel, ja. Ja. En nu ga je hem morgen laten maken. Nou, en dat is nog erger. Oh. Mijn airco is kapot. En mijn raampje, mijn automatische raampje. Die gaat niet meer open. Dus ik ga niet meer open. Heb je niet zo'n draaiding? Ik heb geen raam open. Heb je niet zo'n draaiding? Nee. Allemaal automatisch. Kan niet wapperen, oh. Kan niet, nee. Dus, ja. Maar goed, hier staat mijn airco lekker op zijn mak. Lekker, heerlijk. En, ja, we kunnen gewoon gaan. Ja, we gaan er weer een mooi uurtje van maken, vol leuke gasten. Er komt hier van alles voorbij. Ja. En we gaan beginnen met, ja, dan mag jij vertellen, Esther. Ja, we gaan beginnen met Jan Hadders. Want de scholen mogen weer open. Ja, hebben. Klopt, gisteren ja. Natuurlijk op het nieuws gehoord van premier Rutte. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat de periode is verlopen. Mm-hmm. In deze coronaperiode. En hoe dat het de leerlingen en de leerkrachten is vergaan. Dus, ja, en hoe ze zich voorbereiden op volgend schooljaar. Ook dat. Nou, dus laten we maar gewoon even binnenhalen. Ja, tuurlijk. Een hele goede avond, Jan Hadders. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, want u bent rector van het Mentia. Dat klopt, ja. Ja, dat klopt. Hoe is de afgelopen periode bij jullie verlopen? Nou, zoals op heel veel scholen, denk ik, was dat een hele bijzondere periode die vooral heel veel wisselingen kende. Net na de carnavalsvakantie kregen we te maken met het coronavirus. We mochten handen meer geven en moesten hoesten in onze elleboog. En op 16 maart werd de school gesloten. En dan moet je opeens een omslag. Ja, was het een lastige omslag om te maken om het dan digitaal les te geven? Nou, dat is lastig. En ik moet zeggen dat ik ook heel trots ben op hoe dat op school is gegaan. Hoe docenten dat hebben opgepakt. Want het moest gewoon van het een op het andere moment. Maar ook hoe leerlingen dat hebben opgepakt. Want de eerste week lijkt dat vooral vakantie. Maar ook leerlingen hebben heel snel in de gaten. Ja, dat ze toch actief mee zullen moeten doen om wel te blijven leren. Ja. Ik zeg dat ik ook bewondering heb voor ouders die opeens de kinderen de hele dag thuis hadden. En dat thuis leren ook mogelijk moesten maken. En dat hebben we moeten stimuleren. Ja. En ondersteunen. Jeetje, ja. En per 1 mei of zo, geloof ik, zijn de scholen weer een soort van open gegaan. Stukje open, ja. En hoe hebben jullie dat vormgegeven? Nou, we hebben ervoor gekozen omdat inmiddels het online lesgeven eigenlijk heel goed ging. We bovendien met de 1,5 meter eis zaten. En dus wisten dat we maar kleine groepen leerlingen tegelijkertijd naar school konden halen. Hebben we gezegd, we zorgen ervoor dat alle onderbouwklassen een dag in de week naar school kunnen. En dan zijn ze vooral met doe-vakken bezig. Ze doen gym, muziek, tekenen, techniek, de vakken waar je... mee bezig bent, dingen moet doen. Ze hebben contact met een mentor. En daarnaast waren er voor de bovenbouwklassen nog schoolexamentoetsen. En die mochten we wel organiseren. In de tussenliggende tijd hebben we natuurlijk wel gewoon het examen kunnen afwerken, gelukkig. Ja, want de centraal examens die zijn niet doorgegaan, dus ze hebben alles af moeten ronden met schoolexamens. Dus dat met klopt, die overgang, de overgang en van wie is er nu geslaagd, is natuurlijk ook allemaal een beetje anders verlopen. Voor de eindejaarsleerlingen, zeg maar. Brengt al heel wat, dat brengt heel wat teweeg. En, wij waren bezig met de laatste schoolexamentoetsen toen dat bericht kwam. En dat is voor leerlingen natuurlijk een behoorlijke boodschap. Want dat wil zeggen dat de toetsen waar ze mee bezig zijn opeens een heel andere waarde krijgen. Dat het jaar er heel anders uit gaat zien. Leerlingen hebben ook echt wat gemist, examenleerlingen. Want het is fijn als je al eerder weet dat je geslaagd bent. Maar het is ook fijn om gezamenlijk die spanning van het centraal examen te beleven. En gezamenlijk te wachten tot de uitslag, het liefst ergens in een ver oord met veel zon en zee. En de examenstunt. Gala. Of is dat niet vervelend dat hij niet doorgaat?
Voor ons is dat niet zo vervelend. Wij hebben heel goede ervaringen mee. Wat we aan de andere kant wel graag willen is de laatste schooldag van de examenleerlingen op een andere manier vormgeven. Want dat vinden ze natuurlijk best een afscheid van de school. En het is wel heel bijzonder als je laatste lessen in je schoolcarrière beleeft. Dus we markeren wel die laatste schooldag. Maar Gara bijvoorbeeld was ook gepland en dat is niet doorgegaan. En dat is jammer. Dat zijn allemaal van die eikmomenten. Het volop examenfeesten vieren. Ik weet niet wat er stiekem misschien wel gebeurd is. Gebeurt. Maar dat kan natuurlijk ook niet. Dus het is echt een heel bijzonder examenjaar. En hoe hebben jullie de diploma-uitreiking vormgegeven? Of hoe gaan jullie die vormgeven? Ik weet niet of die al is geweest, de diploma-uitreiking. Nee, die gaan nog komen. Ja, we maken daar uiteraard iets feestelijks van. Want hoe anders dit diploma ook tot stand is gekomen. Het is een hartstikke waardevol diploma. En we moeten er hartstikke blij mee zijn dat zoveel leerlingen geslaagd zijn. We doen dat op verschillende manieren. In Zunder hebben we Mensia Zandrode. En daar is de uitreiking nog voor 1 juli. Mm-hmm. En daar gebeurt het vooral buiten. Een soort drive-in uitreiking wordt dat. En in Breda maken we er vooral een hele langdurige uitreiking van. Omdat we klassen afzonderlijk naar school laten komen. Omdat daar de enige mogelijkheid is om leerlingen met hun ouders uit te nodigen. Anders hadden we het met leerlingen alleen moeten doen. Want inmiddels na 1 juli mogen leerlingen ook van het VO wel weer dichter bij elkaar zijn. Maar voor volwassenen, dus voor docenten en andere medewerkers en hun ouders, geldt nog steeds dat ze die afstand van 1,5 meter moeten houden. Ja, en is dat goed te realiseren, 1,5 meter afstand leerkracht-leerling? Nee, dat is hartstikke ingewikkeld. Daar zijn we vooral mee bezig naar volgend jaar, hoe we dat dan moeten doen. De afgelopen weken bleek het voor leerlingen gewoon echt heel moeilijk om die 1,5 meter te houden. Ja. Nou, het is fijn dat die eis eraf is. Maar de eis blijft wel bestaan voor alle volwassenen die op school. Dat is moeilijk en daar moeten we over nadenken. En ik vertrouw er wel heel erg op dat iedereen zich bewust is van de noodzaak ervan. En ook de bereidheid heeft om daaraan mee te werken. Ja, ja, ja. En hoe is het weer zien met elkaar weer geweest? Ik bedoel, de leerlingen met elkaar en dan ook met de leerkrachten. En hoe hebben de leerlingen dat allemaal ervaren? Nou, het blijkt opeens hartstikke fijn als je naar school mag. En, hoe goed sommige dingen zijn ook gegaan. Van leraren heb ik heel vaak gehoord van we missen gewoon dat directe contact met de leerlingen. Leerlingen zijn blij dat ze elkaar weer zien weer op school mogen. Het is hartstikke gezellig op school op het moment. En ik heb zelfs wel het idee dat leerlingen die naar school mogen komen, dat die extra lang blijven. Dat die blijven hangen. Fijn is om elkaar weer te zien en op school te mogen zijn. Ja, ja. En wat ik dan ook wel benieuwd ben, zijn dan de resultaten dan ook zichtbaar dat ze toch wel op een andere manier les hebben gekregen? Dat is een lastige vraag. Want we hebben toen de coronacrisis losbarstte en de school gesloten werd, hebben we al heel snel de keuze gemaakt om niet meer, zoals wij dat noemen, summatief te toetsen. Dat wil zeggen dat de cijfers op dat moment eigenlijk minder belangrijk waren. Omdat we niet goed, we hadden weinig ervaring met het toetsen, geen ervaring eigenlijk. Nee. Wisten dus niet precies hoe dat ging gebeuren. Wisten ook niet heel precies wat de waarde van die cijfers zou zijn. Omdat online lesgeven nou eenmaal iets was wat we niet eerder hadden gedaan. Nee. En we hebben ook wel de ervaring dat sommige dingen juist heel erg goed zijn gegaan online. Maar misschien zijn er ook wel onderdelen die minder goed zijn gegaan. En we weten dus wel in hoeverre de stof behandeld is, zeg maar. Maar het is achter een scherm heel lastig te constateren of met die stof door de leerlingen ook daadwerkelijk iets gedaan is. Of ze die zich eigen hebben gemaakt en die voldoende beheersen. En er zijn natuurlijk, en dat is heel mooi van de afgelopen maanden, dat docenten zich daar heel snel een weg in hebben gevonden en elkaar daar ook in hebben geholpen van hoe doe ik dat dan wel? Hoe krijg ik toch zicht op wat leerlingen doen en wat ze meenemen en hoe ze zich ontwikkelen? Maar dat is wel anders dan we altijd gedaan hebben. Dus we hebben gezegd, we gaan daar niet heel harde cijfers aan koppelen. En dat wil meteen zeggen dat we dus begin volgend schooljaar daar wel heel alert op moeten zijn. Waar zitten eventueel gaten waar we ze niet verwacht hadden en waar zijn leerlingen misschien ook wel eens verder dan we dachten dat ze zouden zijn. Ja, want ook dat zou natuurlijk wel kunnen. Ja, mm-hmm. Ja. Jeetje, ja. Maar goed, het is in ieder geval wel een belangrijke boodschap voor de kinderen dat school ook echt wel heel leuk kan zijn. En dat je het ook echt kunt missen. Ja, nou ja, dat hebben we nu ervaren. Dat hebben we zeker wel ervaren en gevoeld. Ja. En eens gevoeld is nooit meer te voelen. Dus we hebben nooit meer niet te voelen, zou ik moeten zeggen.
Nou ja, ik wil in ieder geval hartstikke bedanken. En ik wens je heel veel succes. Ja, heel veel succes ook naar de schoolvakantie. Eerst een hele fijne vakantie. Tuurlijk. Een hele fijne vakantie. Geniet van de rust en na de vakantie weer in volle gang. Lekker knallen. Lekker op anderhalve meter, hè? Op anderhalve meter. Ja, op anderhalve meter. We verheugen ons erop. Nou, hartstikke goed. Bedankt Jan. Hey, bedankt voor de tijd. Fijne avond, succes met het programma. Tot ziens. Doei doei. Ja, dat is allemaal wat, hè? Dat komt er allemaal bij natuurlijk. Dat komt er allemaal bij. Dat is allemaal niet makkelijk. Nee, nee, mijn zoon heeft keurig netjes om 8:30 elke dag zijn laptopje op klap, toch? Ja, hè? Ja. Jij hebt er ook misschien bij die de laptop erbij halen, inloggen. En dan zeggen, ik ga gamen. Ik ga gamen, ik ga eten. Ja. En dan, dat zal ook vast wel gebeurd zijn, hoor. Bij anderen, dat denk ik ook wel, ja. Dat denk ik ook wel. Hé, hey, maar we hadden het er net al een beetje over in Mike. Hoe warm is het vandaag? Het is 30 graden volgens mij. Zoiets, ja. Goh, en niet wat normaal. Doe je als je het warm hebt? Wat doe jij als je het warm hebt? Als ik het warm heb? Ja. Nou, dan ga je, kun je of naar het strand gaan, of je gaat lekker zwemmen, of je zet thuis een zwembadje op. Ja, ja, wat moet je nou kiezen? Soms kan de Galsemeren nogal vol zijn, hè? Klopt. Ja, dus dan ga je een beetje op zoek naar alternatieven. Mm-hmm. Zwembadje kopen. Nou, had ik hem gelukkig al gekocht voordat de drukte uitbrak. Een grote? En dat er nou een schaarste is, niet alleen naar water misschien, maar ook, Naar zwembadjes. Ja, maar heb je zo'n hele grote of zo'n kleine blauwe? Ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen vanwege de volgende gast. Oh, ja, maar wat is echt het? Een joekel. Een joekel? Ja. Hoeveel liter past erin dan? Heel veel. Heel veel liter? Ja, echt heel veel. Okay. Maar ik laat hem bijna een half jaar staan dan, hè? Je laat hem een half jaar staan. Ja. Oké, okay, nou, vraag maar even aan de volgende gast of dat goed is. Even naar de volgende gast, want de volgende gast is Kees de Jong. En Kees de Jong is bestuurder van de Brabantse Delta. En ja, we zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd. Goedenavond, Kees. Ja, hallo. Goedenavond. Goedenavond. Want we zijn wel heel benieuwd of dat het allemaal wel te doen is met deze warmte. En dat we ons zorgen moeten gaan maken hier in Breda. Nou, waar moet je zorgen om maken? We hebben in ieder geval mooi weer. Dat is in ieder geval heel aangenaam. Dat is wel heel fijn, Kees. Door het hele mooie weer hebben we andere problemen. Je noemde het al, de verkoeling. Ja, en voor verkoeling heb je toch heel echt wel water nodig. Ja. Als de airco het niet doet, is het niet fijn. Maar als je weinig water hebt, is het niet fijn. Kees heeft meegekeken vanaf het begin. Ja, tuurlijk. Even opletten. Ja. Maar je noemde het probleem van het zwembadje, hè, het water. Even duidelijk maken, ik ben bestuurlid bij het waterschap. Wij zitten aan Boeveelaan. Daar hebben we ons hoofdkantoor voor de regio West-Brabant, waar wij opereren. Prachtig pand. U bent welkom. De tuinen zijn open buiten coronatijd, want nu is alles even op slot voor bezoek. Mm. Ook voor het personeel is er weinig aanwezig. We hebben geen parkeerproblemen meer, want we werken thuis. Maar waar wij over gaan is over de oppervlaktewater. Ja. Dus ons water zal niet gebruikt worden voor het vullen van het zwembadje. Daar gebruik je het water meestal van Brabant Water, drinkwaterbedrijf voor. Ja. Maar zowel wij als waterschap als Brabant Water zit natuurlijk met hetzelfde probleem. Er is weinig water. Nou, weinig water misschien overdreven, maar het is droog en er wordt heel veel water gevraagd door de mensen en door de natuur en door de landbouw. En we hebben heel veel water in het voorjaar gehad. Iedereen kan zich herinneren dat de carnavalsoptocht niet doorging in de regio's en uitgesteld werd, want het was storm en regen. En toen hadden we volop water. En dat hebben we ook zoveel mogelijk proberen vast te houden. Maar we hebben een heel mooi voorjaar gekregen vanaf april. En heel veel droogte gekregen. En dat water is redelijk snel aan het verdampen gegaan. En nu zitten we een beetje in de tijd dat we water tekort hebben. En dat zie je door dat dalende waterstanden in de oppervlaktewater. Maar ook het grondwater is aan het dalen. Omdat we daar het verdampt door de planten, door de bomen. Door de gewassen op het land. En ook gewoon door... Door het weg laten lopen. En omdat er ook drinkwater ontrokken wordt. Ja. Voor zwembadjes. Ja. Maar dat is wel een... Moeten we ons in Breda alle zorgen erover gaan maken? Dat het dat er straks de boeren de gewassen geen water meer kunnen geven? Voorlopig dus nu niet. Gelukkig heeft het weer afgelopen paar weken weer wat enigszins aangevuld het water. Ik vind het zelf weer heel mooi groen geworden. Een paar weken terug vond ik het vrij dor. Maar na die regenbuien afgelopen weken, waar het met 40, 50 mm regen is gevallen in 2 weken, hebben we toch weer een redelijk groene omgeving gekregen. Dat is wel leuk zo.
Maar als je die zagen net als vandaag hebt en morgen ook weer voorspeld wordt, ja, dan slurpt dat water, ja, dat verdampt als ze weer gaat. Dus ja, dan moet je wel heel zuinig zijn. En dat doen we ook. Wij proberen het water in ieder geval wel vast te houden, dus dat het niet wegloopt naar zee, want ja, we hebben het zelf hard nodig. Aan de andere kant moeten we wel een beetje stroming houden, want we willen ook de waterkwaliteit. Hè. Je praat over een zwembadje een half jaar staan, nou, ik weet niet wat voor water je dan hebt. Als je dan gewoon heel veel chlor in. En een pomp, ah joh. Maak je geen zorgen om mijn zwembad. Kees, ga maar een keer kijken, Kees. Neem je zwembroek mee, ga maar een keer kijken bij Esther. Maar ja, het water in het buiten, dat moet ook voldoende goed blijven. Met deze temperatuur, ja, dan krijg je heel makkelijk blauwalgontwikkeling. Ja. En dat wil je niet. Dat is niet goed voor de dieren die erin leven. Dat is ook niet goed voor de mensen die erin willen zwemmen. Dat ontraden we het ook heel erg. Dus ja, dan moeten we ook wel zorgen dat we wat doorstroming hebben om de waterkwaliteit op orde te houden. Het water is nu nog wel veilig om te zwemmen bij de Gallische Meren of andere plassen, ja, dus ook, recreatieplassen? Ja, alle zwemwateren doen wij als waterschap controleren op de waterkwaliteit. Daar is ook een website voor. Dan ben ik eventjes het adres even kwijt. Maar dat vind je gerust als je gaat googlen op zwemwater, zwemplassen. Ja, dan wordt de provincie houdt daarbij. Ja. Ja. En dan kun je zien of dat er geen gevaar is, of dat de toch kwaliteit in orde is. Dat monitoren we. En dat doen we voor alle plassen die ook in beheer zijn voor de gemeente en provincie. En aangewezen zijn op zwemwater. Ja, want dat is niet alles, hè. Want bijvoorbeeld, ik zie heel veel mensen als de Gallische Meren bijvoorbeeld vol is, die zie ik dan in de markt springen. Maar dat wordt niet gecontroleerd dan. Nee, de markt is niet officieel zwemwater, dus dat wordt niet gecontroleerd. Oei, ja, en ja. En Mark is eigenlijk een natuurlijk water. Eigenlijk is dat meer voor de natuur, voor de vissen. En tegenwoordig ook voor de bever die er rond zwemt. Dus ja, ik weet niet of je daar zo... Het is erg druk, kan ik u vertellen. Zing jij er ook af en toe in dan, Esther? Oh, goed zo. Nee, doe maar niet meer. Nou, ik heb een zwembad in de tuin. Ja, precies. Maar Kees, voor de Bredana's die nu zitten te kijken, wat kan de Bredana doen om toch een beetje te helpen, om dat droogteprobleem tegen te gaan? Is er iets wat de Bredana's kan doen? Iedereen kan ermee helpen. Waar wij over praten, we praten nu over droogte, over watertekort, maar eigenlijk praten we over waterbeschikbaarheid en over klimaat. Hè. Daar praten we al langer over. Want in de stad heb je gewoon water nodig, omdat in de stad anders heel heet wordt. De gemeente werkt daar in Breda heel erg aan mee. Dus hier op Kasteelplein hebben ze daar die fonteintjes neergelegd om het te verkoelen. Ja. Want Klopt. Je moet het aangenaam maken. En aangenaam maken doe je vooral met groen in je tuin, in je omgeving, dus stadsparken, maar ook je eigen tuin. Dus wij zijn niet zo blij met mensen die heel mooie bestrate tuinen hebben. Want ja, het wordt er alleen maar warmer door. En daarnaast, op het moment dat er water valt, willen we dat graag vasthouden in de stad. En op de plaats waar het valt, dat in de bodem in kan trekken. Ja, en dat lukt niet met tegels, dan zul je toch echt met beplanting moeten hebben. Maar dat geeft ook een aangename leefomgeving. Maar ja, dus dat is iets voor iedereen. Bredanaar kan er iets aan doen door de tuin helemaal op de schop te gooien. En de tegels eruit. We hebben de actie gehad, tegel eruit, plantje erin. Ja, dus dan kun je je tegel uithalen en ga je met die tegel naar de tuincentrum en dan haal je hem in voor een plantje. Die actie is op het moment niet, maar ja, ik zou hem zomaar weer op kunnen starten. Nou, dat vind ik nou een goed idee. Maar iets anders wat je ook zou kunnen doen als Bredana, is, jij hebt je zwembad gevuld, maar dat water dat valt in je gootsteen, zou je ook kunnen bewaren om dat plantje water te geven op het moment dat het nodig is. Oh, dus ja, dat je het water ja. voor dat plantje niet uit de kraan haalt, maar haalt het uit het water dat je bewaard hebt na een regenbui. En een ton is dan interessant. En sommige mensen hebben wat meer plaats en die hebben andere innovatieve uitvindingen om dat op te slaan in de ondergrond. Maar zorg dat je je water in kunt zetten op momenten dat je het nodig hebt. Dat kan de Bredana doen en dat vragen wij eigenlijk van alle bewoners die werkzaam zijn. We zijn ook met natuurpartijen bezig. Doe die bossen, maakt die ook een beetje natter, dan kan dat water ook in de bodem trekken. Dan gaat de grondwaterstand ook omhoog. Dan zeggen we ook tegen de landbouwers, zorg dat je ook een goede structuur in je bodem hebt. Dan kun je ook die bodem gebruiken als een soort buffer. Want we hebben dat water hard nodig. Want we praten nu over droogte, maar er is genoeg water in Nederland. Alleen, het valt soms wel op verkeerde tijden. En dan zijn we er eventjes niet zuinig genoeg mee. Maar dat moeten we nu wel gaan doen. En zijn jullie ook betrokken met het groen maken van de stad in Breda? Met de haven en alle de nieuwbouwplannen die Breda nu heeft? Om daar ook dan goed naar te kijken?
Ja, we hebben wel een betrokkenheid daarbij, maar de uitvoering ligt echt bij de gemeente. Binnenstedelijk hebben we daar geen verantwoordelijkheid bij, maar de gemeente heeft wel een verantwoordelijkheid richting de waterschappen dat er voldoende berging aangelegd wordt. Dus daar hebben we wel constante gesprekken mee met de gemeente. Maar in de stad zijn we bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het water dat door de stad gaat. Het is in beheer bij de gemeente, maar wij voeren de werkzaamheden uit. We gaan komende winter gaan we weer baggeren in de singles om te zorgen dat het bodemprofiel voldoende diep is, dat er voldoende berging is en voldoende doorstroming is. En dat de bagger die erin zit, ja, die geeft wat kwaliteitsproblemen voor het water. Want er zitten zaken in die er niet thuis horen, nutriënten, slip, dat soort zaken. Die voeren we dan af. En dat zullen de mensen van de winter gaan merken. Want mag je in de singles eigenlijk zwemmen? Volgens mij niet, toch? Of wel? In de Bredaarse singles? Ja, ik ben daar niet verantwoordelijk voor, maar ik zou het niet zo gauw doen. Nee, ik weet niet wat er allemaal onder ligt. Ik zie na stapavondje wel eens wat er allemaal ligt. Voor fietsvrakken en weet ik dat wat. Nee. Ik heb er nog nooit tegen zwommen nog. Nee, ik ook niet. Nee, maar hetzelfde water wat in principe langs de markt gaat. Hè. Dat is allemaal ja, een verbinding. Ja, dat is waar. Ja. 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 Ja, dat is het unieke van Breda. In Breda komen alle zuidelijke natuurlijke watergangen, hè, de Marken, de AW-reis. Maar en ook de gegraven bijvaart, turfvaart, komen samen. En die stromen zo dwars door de stad naar de markt toe. En je gaf al aan van, bij ons op kantoor wordt er heel weinig gewerkt nu. Hè? Mensen werken allemaal thuis. Hebben jullie ook al bedacht, of is er een bepaalde regelgeving voor, wanneer dat jullie weer bij elkaar op kantoor gaan komen? Of? Ja, we volgen echt de RIVM-richtlijnen daarin. Dus het was tot 1 september, dus echt standaard. Thuiswerk standaard. Maar ja, wij zitten op kantoor, maar we hebben natuurlijk ook buitendienstmensen. En die kunnen moeilijk thuis de sloot van bij gaan houden of zaken gaan doen die moeten gebeuren in het beheer. We hebben ook de zuivering. Een nieuwveer moet ook blijven draaien. Dus die mensen zitten daar ook, maar die zitten ook met een bepaald protocol dat ze coronaveilig zitten. Maar deze tijd, ja, wij zijn nu heel veel thuis aan het werken. We hebben heel veel andere technieken nu geleerd. En je merkt wel dat dingen mogelijk zijn. Je wist het eigenlijk wel, maar je deed het gewoon niet. Ging voor een vergadering, ging je gewoon het land in. Ja, je kunt toch wel sommige zaken effectief zijn, maar af en toe mis je de mensen wel. Ja, maar ja. Zou daar ook, wordt dat meegenomen straks? Van goh, ik hoef inderdaad niet heel het land hoor, maar ik ga gewoon in een Google Meet of weet ik veel, dat je kunt dat je die vergadering... Digitale digitaal. Vergadering bijvoorbeeld. Ja. Ja, je hebt allerlei soorten manieren. Ja, maar ik denk dat we nu een mix gaan krijgen. Dat je gewoon effectiever kunt gaan werken thuis voor een aantal keren. Maar je hebt zult ook je teamgenoten, zul je ook moeten treffen. Dus dan ga je elkaar daar weer zoeken. Ja, dat denk ik ook, Kees. Dat denk ik ook. Ja. Voorlopig gaan we het mooie is. Ja, vertel. Het mooie is. Vertel, okay. Kees, nou, heel kort nog. We hadden een project op stapel staan om te kijken naar het kantoor van de toekomst. Daar hadden wij een locatie voor in Heerlen om dat in te gaan richten. Dat hebben we op een hold gezet, want uiteindelijk doen we nu al die manier van werken in de toekomst. Mm-hmm. Dus we gaan eens kijken hoe dat project de andere vorm kunt geven als we eerst boven was. Stappen gezet in de toekomst. Nou, inderdaad. Ja. Nou, hey. voor nu hou het hoofd koel. En hartstikke bedankt voor de uitleg, hè? In ieder geval het verschil Brabantse Delta, Brabant Water. En de droogte. Het geeft me een gerust gevoel dat we ons nog niet echt heel veel zorgen hoeven. Dus Esther kan gewoon dat zwembadje opzetten, Kees. Ik zal het niet bijvullen. Nou ja, ik zal bij Brabant Water wel zeggen dat ze even de kraan dicht houden. Dan. Ja. En even de kwaliteit van water controleren, Esther. Ja. Na een half jaar weet ik niet hoe groen dat die is. Gaan we doen, Kees. Hartstikke groen. Ja. Bedankt voor je tijd en tot ziens. Oké. Okay. Bedankt. Doei doei. Hey. Nou, het is hartstikke helder zo. Ja, leuke man die Kees. Leuke bestuurder die Kees. Hé, hey, nou, we hadden het net allemaal over warm en poepoepoe. Ik heb het echt heel warm gehad vandaag. Ja, jij kwam binnen met twee plekken, zei je, maar ik rook niks. Nee, ik heb heel veel gespoten. Oh, dat is belangrijk, hè, met het weer. Heel veel deodorant. Heel veel deo. Hé, hey, ik ben nog even de socials ingegaan. Let maar eens even op. Want ik ben dus eventjes gaan... In eerste instantie was ik aan het googelen. Mm-hmm. En dan had ik heet gegoogeld. Ja? Oh.
Ja, dan kwamen toch andere dingen. Dan dat ik eigenlijk wilde. Oh. Dus, kijk even mee naar een heerlijke, warme, hete zomercompilatie. Oh, gezellig. Hier geniet jij van, hè? Het is wel te Ik ga fout. Ja, oh. Shit. Oh, je redt hem. Dan zou je deur maar open. Ja, precies. Oh. Dit is aanvullend gemaakt. Hier kun jij uren naar kijken. Echt in korte. Yeah. Oh. Deze, let op. Dat is ook gewoon een zielige oude vrouw. Deze ook. Doe maar denk aan een ski-avontuur van mij. Hey. Hoe lang dit is, filmpje, Esther? Ja, lekker lang. Lekker lang. Oh. Het zijn vooral baby's die erin, erin staan. Let op. Weer een baby? Het is stuk. Dat was een vis. Heerlijk, hier niet jij van. Dit zit jij gewoon thuis 's avonds te kijken op een warme zomeravond. Het is helemaal warm vanavond. Er wordt ondertussen gebeld van de redactie. Ik had het over, het is allemaal live. Hey, dat zou ik hè. Ik ben altijd die ene. Oh. Nou, dat was een mooie compilatie. Ja, hij duurde wel, wel verschrikkelijk lang. Sorry, ik kon niet kiezen. Hoe lang hebben we hier nou naar zitten kijken? Een minuut of 10. Wat zeg je? Hoe lang hebben we hier nou naar zitten kijken? Nee, joh. Minuut of 10. Hij was 10 minuten en we hebben hem iets korter gemaakt. Oh, goed zo. Nou, leuk, Esther. Want als ik eenmaal aan het zoeken ben, dan kan ik niet meer stoppen. Dan kan je niet meer stoppen. Ik zie het. Nou, leuk. Ik ben benieuwd waar je volgende week voor ons in petto hebt. Ja, dat ligt een beetje aan het thema. Ligt een beetje aan het thema. Misschien is het wel weer warm. Dan kun je weer iets zoeken. Maar wel wat korter. Nee, grapje. Hey, het nieuws gisteren, dat heb je wel meegekregen, toch? De persconferentie van Mark Rutte. Absoluut, ja. En er wordt weer heel veel versoepeld, 1 juli. Fijn, ja. Kermissen, braderieën mogen weer gaan draaien. Gelukkig. Vanaf 1 juli. En ook evenementen, waaronder festivalletjes, of wat heeft hij allemaal meegezegd? Hij heeft letterlijk gezegd, buitenconcerten, festivals en sportevenementen worden allemaal weer denkbaar, zei Mark Rutte. Ja. Hoe denk jij daarover?
Dat ligt er helemaal aan. Ligt er helemaal aan? Ja, dat weet ik niet. Ligt aan welk evenement? Welk evenement? Ja. Nou, we hebben een evenementenlocatie in Breda en dat is het Breepark. Dat ken je wel, hè, Esther? Tuurlijk ken ik dat. Dus we dachten, we gaan even bellen met het Breepark. En we kwamen in contact met Anneke Stins en zij is commercieel directeur van het Breepark. En als het goed is, hebben we Anneke aan de lijn. Goedenavond, Anneke. Hallo. Ja, goedenavond. Hoi. Goedenavond. Ja, jij hebt het nieuws wel meegekregen, denk ik, gisteravond om 7 uur. Ja, jij zat voor de buis. Vol spanning natuurlijk te wachten. Ja, en wat dacht je toen je het hoorde? Het wordt weer versoepeld vanaf 1 juli. Evenementen mogen weer doorgaan op 1,5 meter met wat regeltjes. Dat gaan we zo meteen allemaal bespreken. Maar wat was het eerste wat je dacht? Nou ja, het eerste wat je denkt als er versoepelingen komen, en dat was de vorige keer ook, gewoon fijn dat je weer wat kan doen. En ook al is het nog met bepaalde maatregelen. Ja, ik riep vorige keer tegen iemand, het niks doen zit bij een evenementenmaker niet in het bloed. Want nee, we zijn juist om bezig te zijn en organiseren. Ja, dat is natuurlijk het liefste wat we doen. Dus we worden al blij, ook al kunnen we nog maar kleine stapjes maken. Ja, want hadden jullie hier een draaiboek voor liggen al of niet? Of waren jullie er al mee bezig? Nou, we hebben een aantal concepten hebben we op dit moment zelfs staan op onze locatie. Dus dat is deze week is de drive-in van Kinepolis en Nido is nog gaande. Komende 2 weken hebben wij, ja, dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk, de diploma-uitreikingen van de Avans Hogeschool. Middels een drive-in concept. Dus verder mag ik er nog niks over zeggen. Want het moet natuurlijk echt voor de afgestudeerden. Ik moet die drive-in. Oh, jij moet dat gaan doen voor jouw zoon. Kan je er echt niks over zeggen? Nee, maar het wordt wel echt een spektakel. Een spektakel, nou. Ja. Daar moet je bij zijn, Esther. Dat wordt leuk. Ja. Vanuit je auto. Ja, dus ja. Jullie hebben er wel een beetje over nagedacht. Oh, vertel verder. Je wilt er nog meer zeggen. Ja, en we hebben dan ook nog de theatershows van Juf Roos en Bobby Ernst en de rest. Mm-hmm. En dat is ook vanuit een drive-in. Nou, dat waren eigenlijk de dingen die wij naar aanleiding van, van de vorige bekendmakingen hadden opgepakt. Mm-hmm. En... Nou ja, die versoepeling nu al per 1 juli hadden we niet zo verwacht. Want eigenlijk wilden ze pas per 1 september wat meer los gaan laten. Mm-hmm. Maar ja, afgelopen week waren de dagen natuurlijk al zo dat er iedere keer wat meer uitlekte. Ja, dan ga je gelijk aan de gang en bellen met je vaste relaties of mensen die al hebben aangegeven. Goh, daar kunnen we wel wat mee. Ja, want jullie, ik heb even in jullie agenda gekeken. Er stond onder andere op de planning de Mega Snuffelmarkt, Horeca Volleybaltoernooi en het Traderfest. Ja. Zouden die nog door kunnen gaan met deze maatregelen? Want hoe ga je snuffelen? Hoe ga je snuffelen? Ja, en dat volleyballen is natuurlijk ook wat met mensen boven de 18. En het Traderfest was natuurlijk echt een soort foodtruck festival, als ik het goed heb begrepen. Nou, wat aan de ene kant kan en wat het aan de andere kant moeilijk maakt, als je kijkt naar buitenevenementen, daar moet je een vergunning echt voor aanvragen. En wat volgens mij Rutte zelfs al zei, is ja, dat duurt een paar weken voordat je dat helemaal rond hebt. Dus 1 juli daarin is heel erg leuk, alleen ja, dan ga je echt pas naar half eind augustus kijken om buiten toch wat te doen als je het hebt over muziek. Binnen kunnen wij daar wel al meer in. Dus wij mogen binnen op een laagdrempeligere manier kunnen wij daar evenementen organiseren. En dan zijn we gewoon aan het kijken hoe kunnen wij die veiligheid van die 1,5 meter waarborgen. En hoe gaan we dat insteken? Dus ook in september staat bijvoorbeeld Art Breda als grote kunstbeurs. Ja, die laten we gewoon doorgaan en daar hebben we maatregelen voor. Ja, snap ik. Want jullie hebben ook een festivalterrein en een evenementenhal. Ik weet niet of je antwoord weet op deze vraag. Als antwoord moet je het gewoon zeggen hoor. Stel, er wil iemand een festival organiseren. Een beetje à la Breda Live of Hartje Ginneke. Zo'n soort festival met muziek. Hoe zou je dat doen met die 1,5 meter? Want volgens de echte regels van het RIVM en de Rijksoverheid is het voor binnen maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen en buiten maximaal 250 personen met vaste zitplaatsen. Ga je ze dan allemaal een stoel aanwijzen of maak je dan vakken met 1,5 meter? Hoe ga je zoiets vormgeven? Ja, nou mag je dus in je evenementenhal mag je meer dan 100 bezoekers bij elkaar brengen, mits wat jij aangeeft dat ze een vaste zitplaats krijgen, dat ze zichzelf van tevoren registreren en dat die corona-check plaatsvindt. Ja. En dan mag je eigenlijk gewoon zoveel mogelijk bezoekers toelaten als met die maatregelen kan.
Dus ja, dan ga je denken inderdaad aan, ja, aan echt aan vaste zitplaatsen. Dus dat je wat meer een hele grote theateropstelling gaat krijgen. Mm-hmm. En dan zou je in de evenementenbehal bijvoorbeeld nog ja, een goede 3000 bezoekers kwijt kunnen. Maar dan moet je gaan kijken naar een concept waarbij mensen gaan zitten. Ja. Dus de voetjes van de vloer is ze verlopen. Dan is het toch wel anders als je echt muziek hebt. Ja. Live muziek met een band als Gerard Joling optreedt of Bluff of zo. Dan is dat toch anders. Dan krijg je een beetje André Rieu-achtige tafereel op het Vrijthof of iedereen op een stoeltje. Kan ook heel gezellig zijn. Kan ook heel gezellig, ja, zeker. Als ik dat zie, dat is wel gezellig. Maar nou had Esther net al een opmerking. Ze zegt, ja, als mensen daar zitten, en het is natuurlijk een festival, daar hoort natuurlijk wel een drankje bij. Hè? Dat wordt misschien wel nog een beetje een bende dan, of niet? Ja, dan zie ik niet zo goed meer wat 1,5 meter is op een gegeven moment. Nee, ja, dan gaan jouw grenzen vervagen. Ja, ja, dan denk ik dat ik op een snuffel mag. Ja. Nee, dus ik denk dat er gewoon veel meer toezicht gehouden dan zal worden. En ik, ja, mijn eigen vermoeden is dat je niet gelijk in het begin al met 4000 man dat gaat experimenteren. Maar dat je eerst in kleinere groepen gaat kijken. Goh, wat gebeurt er? Vinden mensen het ook leuk? Hoe werkt dat? Hoe ga je inderdaad je horeca doen? Dus hoe ga je mensen dat biertje bezorgen? En hoe zorgen er dus voor dat de mensen ook netjes in hun eigen vak en op hun eigen stoel blijven zitten? Ja, dat is echt wennen, denk ik. Genoeg om te experimenteren. Maar dat gaan jullie ook doen. Jullie gaan ook een proefdraaidag of zo organiseren daarvoor, of niet? Nou, we zijn bezig met partijen om te kijken van wat zou kunnen aanslaan en hoe gaan we dat inkleden. Ja, ja. Nou, ja. Het zal toch allemaal anders worden van evenement. Het fijn is wel dat het weer mag. Ja, dat is fijn. Dat je weer open mag en dat je weer nieuwe dingen kunt bedenken en... Ja, ik denk dat heel veel Bredana's blij zijn om er weer uit te gaan. En we zijn heel erg benieuwd hoe dat de agenda er verder uit gaat zien. En alle leuke dingen die nog in het Breepark gaan komen. Ja. Ja, ja. Nou ja, een aantal dingen zijn we dus nu druk mee bezig. Dus we zijn ook echt aan het kijken of we deze zomer nog wel iets in de festivalsfeer kunnen wegzetten. Hè. Toch echt dat je van dat biertje hopelijk in een zonnetje kan genieten met een leuk muziekje erbij. En anders gaan we ook echt naar september, zijn we al heel druk mee bezig. Wat ik net zei, Art Breda staat er. De komende periode staan er toch nog veel evenementen ook bij ons op de kalender. Dus dan moet je denken aan een Hunkemuller Outlet Sales, een Rommelmarkt. Art Breda noemde ik al. Dus we hebben genoeg om naartoe te leven. En verder hopen we ook gewoon dat ook de partijen, de bedrijven en dergelijke weer zin hebben om ook voor hun personeel wat te gaan doen. En zodoende ook op zoek gaan naar grote locaties. Ja, of misschien wel het allergrootste terras van Nederland kunnen creëren in het Breepark. Dat zou ook nog kunnen. Bijvoorbeeld, kijk, dat bijvoorbeeld, kijk. Ze neemt het morgen mee in de vergadering. Neem het mee, doet het voordeel mee. Hartstikke bedankt. Bedankt, Anneke. En succes met alle voorbereidingen. Perfect, dankjewel. Oké, okay, groetjes. Doei doei. Doei doei. Ik heb er wel weer zin in, hoor. Ja, ik zei het net een beetje fout. Ik zei maximaal 100 personen per ruimte. Ja. Maar op de regel daarna staat er op die site geen maximaal aantal personen onder de volgende voorwaarden, vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck. Dus als ze aan die voorwaarden voldoen... Er zijn zoveel dingen die... Op een gegeven moment stap je het allemaal niet. Als ik daar kom en dan hoor ik, oké, je moet een dienbladje meenemen of je moet een check. Of, ja, dat wil ik even recht hebben gezet, dat we daar geen boze brief over krijgen. Heel goed, dat het dus per post. Dan mag zoveel als je maar aan die... regelt houdt. Ik vind het helemaal fijn. En de hoofdregel is natuurlijk 1,5 meter. 1,5 meter, die moeten we niet kwijtraken. Nee. We gaan nu naar iets anders, iets leuks. Oh, wat leuk. Ken jij die kasten waar bij mensen thuis, waar je meestal boeken in zet en die kun je dan lenen en dan kun je er eentje wegzetten en eentje weer terughalen. Ja. Maar heel vaak is dat met boeken. Ja. En nou heeft Paula iets bedacht. Paula? Met planten. Oh, echt? Met planten. Dus je levert geen boeken in, maar planten. Oh? Ja, en daar willen we alles over weten. Ja, ik ben wel benieuwd. En daarom hebben we Paula aan de lijn. Goedenavond, Paula. Hallo. Hallo, goedenavond. Hallo. Hi. Wat ik eerst wil weten, hoe ben je op het idee gekomen om zo'n plantenbiep te beginnen aan huis? Het begon eigenlijk met dat planten mijn hobby is. Ik heb heel veel planten nu op het moment in huis. daar begon het een beetje mee. Ik begon een beetje te zoeken op Facebook naar mensen die ook heel veel van planten houden. Nou, toen kwam ik eigenlijk bij een groep met plantjes en stekjes en dergelijke. En daar hadden we het eigenlijk over in de groep over een plantenbiep.
En toen dacht ik zo van, oh shit, jammer dat er eigenlijk geen één in Breda is. En ja, toen dacht ik, hè, waarom zou ik er zelf geen één beginnen? Ja, en toen was ik een beetje op het idee gekomen. Jeetje, ja, hartstikke leuk. Waar ben jij de eerste begonnen, de eerste plantenbiep? Sorry? Waar ben jij de eerste plantenbiep begonnen? Nou, eigenlijk gewoon hier in Breda. Aan huis, gewoon bij haar thuis. Aan huis. Okay, ja, ze heeft gewoon een kastje weggezet. Want wat houdt die biep nou in precies? Kun je het een beetje uitleggen hoe het eruit ziet en hoe het werkt? Ja, zeker. Het zijn in principe twee kastjes wat we eigenlijk zelf in elkaar geknutseld hebben. Mm-hmm. Ik heb zelf ook even wat tekst bij bedacht en wat regels. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen maar alles eruit pakt. Mm-hmm. Maar er moet natuurlijk ook wel iets voor in plaats komen. Ja, ruilen, hè? Dus ruilen. Principe, net met boeken. Ja. Dus in principe is de regel van, goh, zet er eentje neer en pak er eentje uit. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ja. Maar het kan ook natuurlijk ook zo zijn van, hè, heb je nu op het moment natuurlijk niks staan wat je erin kan zetten. Kan je bijvoorbeeld ook zeggen van, goh, ik pak er eentje uit. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je eentje per week of elke dag natuurlijk... Nee, dat is waar, dat is waar. Dat snap ik. En wat mag er allemaal in staan? Ja. Wat mag er allemaal in staan? Van alles, van tuinplantjes tot eigenlijk kamerplanten, tot eigenlijk gewassen. Okay, ja, moestuindingetjes. Gewassen. Dus, ja, zeker, van alles. Want wij hebben ook iets, Paula. We hebben hier... Ja? Een Sansevieria, mag zoiets er ook in? Ja. Het past helaas niet in het kastje, maar je kan het niet. Past hij niet in het kastje? En hij staat zo mooi omhoog, die Sansevieria. Hoe groot mogen... Wat is de maximale grootte van die planten die in het kastje mogen? In het kastje mag 12 centimeter. 12 centimeter? Ja, dus dat is niet groot, maar op het moment... Staat er een kratje bij, daar kunnen wat grotere stekjes in. En mocht het echt niet passen, dan kan je er alsnog altijd naast zetten. Daar is al ook altijd nog plek voor. Oké. En hoe lang mag ik het plantje houden dan? Zolang ik wil. Ik zet de pot er even. Zolang je wilt, die is dan gewoon voor jou. Dat is gewoon je eigendom. Oké, en in welke wijk kunnen wij de plantenbibliotheek vinden? Haagsebeende. Het is vlak bij het Prinsenbeekstation. Oh, dus je kunt vanuit het station meteen... Planten. Ja, ongeveer 5 minuten lopen. Kijk, dat moeten we opletten. Dat is leuk. En het kwam natuurlijk in de media. Heb jij, nadat het in de media kwam, was het dan extra druk bij die kast? Heb je dat gemerkt? Het was sowieso heel druk vanwege Facebook. Ik heb in allerlei groepen een oproep gedaan dat er een... Dat er een plantenbiep open is gegaan en ik merkte echt wel dat het heel erg veel vraag naar was. En dat er heel veel enthousiaste reacties voorbij kwamen. Dat was superleuk. Ik dacht, er zullen natuurlijk heel veel mensen van plantjes houden. Maar ik dacht dus niet dat het zo populair zou zijn, zeg maar. Maar Paula, stel, ik heb een hartstikke leuke plant van jou uit de bibliotheek gepakt. En ik heb echt totaal geen groene vingers. En het plantje is helemaal, verwelkt. Verwelkt, weg, klaar. Wat dan? Ah, zonde. Ja, sorry, ja, het gebeurt. Ja, bij Esther gebeurt dat, Paula. Ja, het gebeurt zeker. Wat ik in mensen eigenlijk altijd aanraad, zoek het even online op. Of je kan het ook altijd aan mij vragen. Ik heb eigenlijk zelf heel veel ervaring. Omdat ik zelf ook eigenlijk meer dan 40 planten in huis heb staan, zeg maar. Oh, nee! Dus, kun je dat laten zien? Ja, maak even een rondje. Kun je een rondje draaien met de camera? Kijken, hoor. Ja, ik kan wel een beetje een rondje laten zien inderdaad. Even kijken hoor. Hierachter, even kijken of ik het goed doe. Kijk, hier zo is er eentje. Even zien of ik het goed doe. Ja, die zien we wel. Zelf zien we achter jou. Dat is er één. En ik zou eventjes meelopen. Even kijken hoor. Kijk, een tour door het huis van Paula. Kijk. Oh ja. Oh, mooi. In dat witte potje zit er nu op dit moment niks, want ik had die plantje eruit gehaald, want die was te groot geworden voor het potje. Oh. Dus die moest eruit. Ja. Nou zie ik een handplant. Dus nou breng ik er eens. Van de week komt er weer eentje in plaats. Dus dat komt helemaal goed. Even kijken. We hebben hier nog een hele grote staan. Kijk eens. We krijgen een hele tour door het huis van Paula. Ja, nou. Maar die komen niet in de bibliotheek. We hebben hier een hele grote banaan. Oh ja. Die heel mooi, Paula. Heel veel baby's.
Paula, het is heel leuk. Paula, het is heel leuk, maar ja? We hebben te horen gekregen dat we moeten gaan afronden. Dus als je nu op Facebook gaat livestreamen, dan kun je gewoon de tour afmaken. Op je eigen pagina, ja. De live tour. Dat vinden mensen vast leuk. Ik roep iedereen maar even op om naar je Facebook te gaan. Ja, wel na de uitzending pas, hè? Anders zijn wij de kijkers weer kwijt. Na de uitzending, 19:30, 20:30, allemaal naar de Facebookpagina van Paula. Een groene Grand Tour. Nou. Bedankt Paula voor je tijd. Dankjewel. Doei. Paula. Ik bedenk mij eens, ik zie dat ding hangen, zo'n hangplant. Ik denk, oh, ik heb er eentje buiten gehangen. Ja? Maar ik weet niet of dat hij het nog doet. Dat hij nog niet. Mooie hangplant. Zomaar uitgehangen misschien. Helemaal uitgedroogd. Nou ja. Nu vraag ik me wel af wat we nu gaan doen. Ik heb geen flauw idee wat we gaan doen. Oh, we gaan naar de quiz. Wat leuk. Alleen dan hoorde ik dat achter de schermen, misschien is er wat veranderd qua gasten of zo. Dat weet ik ook niet. Weet je, Mike, we zien wel. Het is een hartstikke live, dus we kijken gewoon niet. Oh, daar is de quiz. Ja, daar zijn we weer. We gaan de quiz namelijk spelen. Ik hoop met twee mensen dat ze er zijn. Oh, nee, ik zie je. Nee, er is er waarschijnlijk maar eentje. Oh. Alleen Sjoerd is er. Oké, nou, we moeten even roeien met de riemen die we hebben. We hebben Sjoerd Moussou. Goedenavond Sjoerd, ben je aan de lijn? Hey, goedenavond Sjoerd. Wat een geweldig item met Paula net. Ja, heb jij ook groene vingers? Ik heb genoten. Ja, heb je ook groene vingers, Sjoerd? Nee, totaal niet. Nee. Voor de mensen die denken, wie is Sjoerd? Sjoerd, jij bent voetbalverslaggever bij het AD. En een trouwe NAC-supporter. Dat klopt toch? Dat klopt. Want we hebben gisteravond de nieuwe maatregelen gehoord. Er mogen ook weer supporters naar het stadion komen. Maar wel uiteraard op 1,5 meter. En supporters mogen niet zingen en niet schreeuwen. Ja, hoe zie jij dat voor je, Sjoerd? Ja, niet. Dat zie ik helemaal niet voor me. Nee. Ik denk ook... Ik denk dat ook een beetje dagkoersen zijn. Hè? We kunnen eigenlijk nog niet zo goed zeggen hoe de wereld er over 2 maanden uitziet. Mm-hmm. En voor nu zijn die beslissingen genomen. Hè? Dat je geen spreekkoren, je mag niet juichen enzovoort. Maar ik moet het allemaal nog maar zien, eerlijk gezegd. Het is pas eind juni en ze gaan pas in september voetballen. Dus ik kan me zo voorstellen dat ze eerst nog wel dat die protocollen onderweg nog wel ergens worden aangepast. Want van supporters vragen om niet te juichen en niet te zingen, dat wordt een lastig verhaal, denk ik. Ja, dat is toch anders. Een supporter die wil toch laten horen dat hij er is. Zeker in het NAC-stadion, hè? Zeker in het NAC-stadion. Een avondje NAC. Daar hoort gezellig zingen bij. Hup, sjaaltje, hup, zwaaien, alles. Ja, ja. Hey, hoe was het voor jou om een hoop dingen te moeten laten schieten op voetbalgebied als verslaggever? Ja, dat was rustig, hè? Tenminste, het was qua wedstrijden was het een stuk rustiger. Normaal ben je best wel veel onderweg binnen en buitenland. En nu, dat viel allemaal weg. Maar er gebeurde nog wel van alles omheen. En er was heel veel gedoe over hoe die competitie precies moest worden beëindigd. Hoe dat financieel moest worden opgelost met al die clubs en zo. Dus dat is nog wel een heel gedoe geweest. En daar viel genoeg over te schrijven. Dus ik heb me wat dat betreft niet verveeld. En bij NAC, daar schrijf ik over het algemeen niet over. Daar kijk ik gewoon als supporter naar. Daar is natuurlijk altijd wat te doen. Dus daar heb ik me ook wel mee vermaakt. Ja, en misschien heb je zelf ook nog thuis kunnen trainen om je voetbalskills nog een beetje op te... of niet? Nee, ik speel in het vierde van JK tegenwoordig en we trainen 1 keer in de week en dat is meer dan genoeg. Ja, en volgens mij moet je zo weg ook. Ja, we gaan zo trainen, ja. Moet je zo trainen? Hoe laat moet je trainen, Sjoerd? Hoe laat moet je trainen? Kwart voor acht. Kwart voor acht, dan moeten we op gaan schieten. Ik heb nog één vraag. Jij zou hier samen zitten met Chris van Nijnatten. Die is er helaas niet op een of andere manier. Maar jullie organiseren... Ja, waardeloos. Ja, jullie organiseren altijd het Bier en Ballen evenement. Vorig jaar hadden jullie de 2e editie van Bier en Ballen XL in de buitenlucht. Afgelopen 25 maart zou er weer een editie zijn, maar dat ging niet door. Dat was ook wel even balen, denk ik. Zeker. Ja, dat was heel jammer, want we hadden hartstikke mooie gasten. Dick Advocaat zou komen, onder andere. Oh. Maar die hebben we allemaal af moeten bellen. Dat is zonde. Maar ja, we zijn natuurlijk niet de enige. Hè. Ik denk dat Mojo grotere problemen heeft dan de firma Bier en Ballen, schat ik zo in. Ja, maar het lijkt me toch een zonde. Je hebt er toch tijd en energie in gestoken. Want andere namen waren onder andere die jullie bekend hadden gemaakt, Wim Daniels en Rob Schepers. De hoofdgast die was nog geheim, maar dat was het Dik Advocaat, begrijp ik. Ja, dan hebben jullie een primeurtje.
Dat was wel een primeurtje. Maar misschien komt Dick volgend jaar dan weer, toch? Ja, misschien wel. Denk het wel. Hij kon er wel een keer. Ik heb net een berichtje van Chris gekregen. Hij staat in Zeist aan de kant van de weg. Dus die kan er helaas niet bij zijn. Hij kan er helaas niet bij zijn. Hij heeft een goede reden, Sjoerd. Hij heeft een goede reden, Sjoerd. Okay, okay. Maar dat betekent dat we eigenlijk geen tegenstander voor je hebben. Maar we hebben hier Esther zitten. Die weet de vragen nooit. Dus die speelt tegen jou, Sjoerd. Dit is de eerste keer dat Esther meespeelt, want we zijn nu bij aflevering 7. Het is 6 afleveringen goed gegaan, maar nu een keertje niet, helaas. Maar heb je er zin in, Sjoerd? Ik kan niet wachten. Je kan niet, nou, heel enthousiast. heb je iets waar je een geluidje mee kan maken? Oh ja. Tuurlijk. Nou, wat moet ik aan denken? Ik moet ook een beker of een toeter, ja? Poepenzela. Ga maar even pakken. Heb jij een geluidje, Esther? Maar jij bent natuurlijk helemaal niet voorbereid. Nee. Pak even snel iets, Esther, waar je een geluidje mee kan maken. Ik laat jullie gewoon even lekker zoeken. Mooie tv dit, dames en heren thuis. Twee mensen op zoek naar een geluidje. Ja, dat is wel hard. Ja. Esther heeft een bord en een lepel. En Sjoerd, wat heb jij te pakken? Ja, kijk, dat is wel misschien niet zo hard, joh. Ik zit naast jou. Meestal zitten we op een paar kilometer afstand. Sjoerd, een hele goede wedstrijd. Hele goede wedstrijd. We gaan beginnen met de quiz. Even kijken. Ja, bumper is al geweest. Meestal komt nu vast de bumper. Ja, meestal komt nu was al te vroeg. We gaan beginnen met vraag nummer 1. We beginnen met een cryptisch plaatje. Vorige week zochten we een bezienswaardigheid. Dat was het Spanjaards gat. Een Spanjaard en een pijl wees naar zijn gat. Dit keer verklap ik niet te veel waar we naar zoeken. Maar welk Breda's begrip wordt hier verbeeld? Iets dat met Breda te maken heeft. We gaan kijken naar het plaatje. Welk Breda's begrip wordt er hier verbeeld? Ja, Sjoerd was eerder. Ja, Esther, ik was eerder, hè? Ja, dat is heksenwiel, hè? Heksenwiel. Goed zo, Sjoerd. 1 punt voor Sjoerd. Zie jij ook die puntentelling bij jou? Ja, ook al. Die puntentelling. Nee, dat komt wel goed dan. Ja, 1-0 voor Sjoerd. We gaan naar vraag nummer 2. Welk gratis Breda's Mezingfeest zou dit jaar plaats hebben gevonden op 29 augustus? Met als een van de hoofdacts. Ja, oh! Je slaat het bord kapot. Hey, Daar zal de baas blij mee zijn. Ik ben heel fanatiek. Maar Esther, jij was eerder. Ja. Wat was het? Het Tranen van Van Koot. Tranen van Van Koot. Goed geantwoord. 1-1. Oké. Applaus. Ja, je krijgt een applausje van Sjoerd. 1-1. Ja, we gaan naar vraag. Heel dat bord kapot. Ja, vraag nummer 3. Je ziet hier het beeld Judith met het hoofd van Holofernes. Waar in Breda staat dit beeld? Ja, Sjoerd. Ja, dat is een gokje. Valkenberg. Valkenberg is helaas niet goed. Niet in het Valkenberg. Esther, mag je nog een gokje wagen? Dit beeld. Maar ik kan nog een keer een beeld misschien? Het is gokken. Op de Grote Markt. Ja, dat is goed. Nee! Op de Grote Markt, ja. 2-1. Kijk, we zien hier de foto in totaliteit. Oh, ja, maar zo herken staat ik het wel. Ja, zo herken je hem. Dit is een gok. Maar je zag alleen de bovenkant. 2-1 voor Esther. Het is geen doorgestoken kaart, Sjoerd. Esther wist de vragen echt niet. We gaan naar vraag nummer 4. We hebben een bekende Bredanaar wat onherkenbaarder gemaakt. Nu is de vraag, wie zoeken we? Voor- en achternaam. Ja, Sjoerd. Ja, dat is Joep Schreuder. Joep Schreuder. Goed geantwoord. Ja, we zien hem nu. Nee, dat is voetbal natuurlijk. Kijk, we zien hem hier iets scherper. Joep Schreuder. 2-2. Dan gaan we nu naar de beslissende vraag. Kom op bij Esther. Ja, kom op bij Sjoerd. Ja. Voel de spanning thuis bij Sjoerd. Hij zit op het puntje van zijn stoel. Daar gaan we. Je ziet hier 3 Vlaamse series, namelijk De 12, De Ridder en Professor T. 2 daarvan staan op Netflix. Deze series hebben gemeen dat er 1 deel is opgenomen op een Bredaanse plek. Welke locatie komt in alle 3 die series voor? Ja, Esther, jij sloeg op tafel. Geen idee. Ik denk School Akkerplein. School Akkerplein is fout. Nu mag Sjoerd nog een keer proberen. Ja. Ik zat ook klingelen, De Koepel. De Koepelgevangenis. Dat is goed, Sjoerd. Ja. En dat betekent dat Sjoerd deze quiz heeft gewonnen. Applaus. Je doet ook niet mee met applausje voor Sjoerd. Ja. Goed, Sjoerd. Nu ben je nog op tijd, hè, om te sporten. Hè? We hebben het gehaald. Ik zal deze de groeten doen. Dan komt hij niet. Ja, die komt. Ja, oké, gezellig. Ja, naar de voetbal. Die komt naar de voetbal. Bedankt, Sjoerd, dat je even tijd voor ons had. Hé, de groetjes, hè. Dankjewel. Beste puntje voor dadelijk, hè. Tot ziens. Doei. Tot samen. Ik dacht scherven brengen geluk.
heel dat bord kapot. Ja, dan zou je geluid ook wel aan de bord. Dat heb ik alles kapot geslagen. Ik denk dat je alles kapot hebt gemaakt. Je bent de sleutel. Van de regie, maar je geluid doet het niet, denk ik. Ah, ik moet gewoon een microfoon. Je moet een microfoon gebruiken. Nou, een keertje wat anders. Dan doen we dat toch. Zo. Ik dacht even. Wat zeg je? Oh, ik moet hem doorgeven aan jou, Mike. Oh, meteen kreeg ik hem. Mike. Heb ik geen geluid meer? Nou, ik heb geen geluid meer. Ja, nou, dat blijkbaar niet. Het is rete spannend. Ja, 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 hij zat ja. op het puntje van zijn stoel ook, Sjoerd. Ja, nou, ik ook. Ik heb er nog zweet handen van. Zullen we doorgaan naar de artiest? Nou, dat lijkt me nou echt een goed idee. Heb ik echt zin in. Daar heb ik ook echt zin in. Nou, ik kwam hem wel eens tegen. De artiest die ja, nu komt? Ja, de artiest die nou komt, die kom ik wel eens tegen. Ja, dat is meestal zo rond de carnaval dat ik hem tref. En dan heb ik wel een andere... gedaante, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, ik ben echt heel blij en vereerd dat hij nou in de uitzending is ja, wie is het? Wie is het, Esther? Het is namelijk Dave Govers. Kijk dan maar eens. Goedenavond. Hallo, Dave. Hey. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Ook lekker warm? Ja, dat zie je wel aan mijn haar. Het is lekker ja, lang, dus... Heb je voor je corona ook nog? Ja. Ja, nog steeds. Nou, je kan hem hebben, hoor. Je kan naar de kapper nu, ja. Hè? Dat weten we, hè? Ja, dat weet ik. Dan moet je een tijd voor hebben, hè? Okay. Ja. Hey, jij bent naast... want je bent druk geweest met de carnaval, denk ik, schat ik ja. in. Ja, carnaval gelukkig wel. Ja, dit jaar liep goed. Ja, heel super. Ja, want jullie zijn duo Dubbelfeest, want dat doe je niet alleen. Ja, klopt. Nee, ja. Nee, we doen met Steen natuurlijk. Met Stefan Jans uit Breda. En ja, dat ging dit jaar eigenlijk best wel heel goed, ja. Ja, want hoe heet jullie hit met de carnaval? Tikkemaan. Hé, hey, dat bedoel ik, hè? Tikkemaan, tikkemaan. Ja, we gaan er tegenaan. Het is tijd ja, om te gaan zuipen. Ja, meteen. Hey. Ja. Dat was wel jouw nummer dan, denk ik. Wat? Dat was wel jouw nummer. Mijn nummer. Ik vond dat een heel leuk nummer, ja. En ik vind zijn nieuwe zomerhit ook wel lekker. Ja, ja. Ik weet niet wat hij gaat zingen voor ons. Nee, ik ook niet. Dat is ook een maar verrassing. Ik heb ook gehoord dat jij tegenwoordig met een breakfast ook hebt. Is dat ook omdat jij gewoon minder zingt nu, of dat zat sowieso al in de planning? Nou, eigenlijk zijn we er al een goede 2 jaar mee bezig. Hey, een jaar voorbereiding en nu inmiddels een jaar bouwen. We hebben er heel veel zelf aan gebouwd en er zat inderdaad al wel een beetje in de pen. En bij die bed and breakfast zit ook nog een streekwinkeltje. Zie je daar op beeld, achter de hoek. Oh, wat leuk. Oh ja. Leuk, jij. Ja, superleuk. We hebben een streekwinkeltje en mijn vriendin die gaat hier een zorgboerderij beginnen. En dan hebben we, omdat we nog ruimte over hadden, boven 5 bed- en breakfastkamers. Dus ja, we gaan vol goede moed tegenaan. Hé, hey, en stel ik ga even lekker bij jou een bed- en breakfastje pakken. Word ik dan ook wakker gezongen? Ja, als jij dat wil wel. Oh, dat wil ik wel. Ja, dan maar wel maken we de afspraak, hè? Wat wel misschien extra verdokken, maar... Misschien hebben ze ook wel een balkon, lijkt me helemaal leuk. Ja, ja, het eruit. Heb je geen balkon, hè? Nee, ja. Oh, jammer. Ah, geen balkon. Ja, jammer. Jammer, zal ik daar met mijn moeder hier staan. Hij kan gewoon lekker wakker worden met de koetjes in de wei en heerlijk. Oh, hij moet meedoen aan het programma van Bed & Breakfast. Hey. Dat ze die Bed & Breakfast gaan testen. En nou, we hebben ons wel opgegeven, hè. Als we een vraag willen, mee mogen. Ja, ik zal ja, dat jou een stukje van het programma laten zien, hè. Maar mocht dat zo zijn, dan bellen wij jou dan ja, gewoon. Als je zo wakker wordt. Lekker landelijk, hè. Dat is mooi. Ja, ik kom nou wel tot rust. Ja, maar ik mis wel een zwembad. Ja. Nou, je kunt al in de vijver duiken. Oh, ja. Nou, ik heb net gehoord dat die blauwalg nog wel die blauwalg is wel een dingetje, dat zei Kees. Ja. Hebben wij niet. Daar hebben wij geen last van. Oh, heb je er geen last van? Oh. Hey, luister, wij zijn wel heel erg benieuwd wat jij voor ons gaat zingen. Want als het goed is, ga jij onze uitzending knallend afsluiten. Ja. Nou, en, we mogen nog geen volle mensen doen. Wat zeg nee, je? Nee, ja, dat is wel jammer, hè? Ja. Dat is wel jammer. Ik vind het ook echt wel baarleuk. Maar ja, Bart belde inderdaad vanmiddag op. Hij zei, weet je wat, je moet wel een liedje zingen. Ja, Bart, wat ga ik doen? Ik heb er helemaal niks. Maar ja. Dus, en toen zei hij, nou, Esther neemt misschien wel een verzoekje of iets, dus ja, hey, Nee, ik laat het helemaal aan jou. Ik laat het helemaal aan jou. Ik geef, dat jij er een fijn gevoel bij hebt. Want als jij blij bent, Dave, ben ik ook blij. Echt. Ik ben zo makkelijk. Ja, dat doet me echt goed. Maar weet je wat,
ik kan gewoon even een stukje van Tikke Maan of zo. Ja, ja, doe dan maar. Dat vind ik lekker. Dat vind ik lekker. Ja, dat is goed. Wat een stilte. Wat gebeurt er? Doet hij het? Hij is aan het wachten. We horen helemaal niks. Nee, lekker dit. Nou, dan gaan we toch gewoon zo zingen. Wacht even. We kunnen hem ook zo zingen. Wacht even. A cappella. A cappella. De goeie. Wacht, ik ga iets opzoeken. Oh, ik heb... Wacht. Ik ook. Wij even gaan snel, het dus even... Even snel. Weet je, het is live tv, hè? Het is zoals het is. Ja. Ik ga lekker deze uitzending ook weer. Nou joh, maakt niet uit. Het is live. Het is live, alles kan gebeuren. Met een microfoon. Ja, het is volgens mij nog nooit goed gegaan. Het is nooit, de eerste drie keer goed, daarna is het bergaf waar ze gaan. Tikke Maan. Dubbelfeest. Tikke Maan. Of jouw nieuwe zomerhit. Nee, we doen nu Tikke Maan. Tikke Maan. Tikke Maan. Oh, het begint eerst al met je kerst, hè? Van een lekker feest. Mijn kerst is toch niet zo mij. Ik loop hier. 20 minuten van de uitzending, hè? Dat is eigenlijk voor Esther dit. Ja, dat is mijn tekst eigenlijk, hè. Naar de kroeg hier toe. Kom, ja. Moment kan er van Billy. We gaan zo in de anderhalf minuten voor een meisje, hè. Ja. Tikke Maan, Tikke Maan, ja we gaan het helemaal. Het is tijd om te gaan zuipen. Ja, maar ik heb al wat snoeren. Alles valt aan elkaar. Nou, ik wil dit vanavond wel eens even terugkijken, hoor. Mooi. En nou even a cappella. Nou is je even voor jou. Tik hem aan. Hey. Tikke Maan, ja we gaan helemaal. Het is tijd om te gaan zuipen. We gaan maar door, ja we gaan ervoor totdat we moeten kruipen. Hey. Tikke Maan, ja we gaan het helemaal. We gaan door tot morgen vroeg. En krijt de hand, dan tik ik hem aan. En gaan wij nog even door. Hey, tot volgende! Hey, waar kan die zingen? Bedankt, hè? Hey, dankjewel, tot trouwen! Doei, doei! Doei, doei! Ik ben wel benieuwd hoe het terug gaat. Ik ook. Ik weet het. Er zat vertraging op. Dus hij hoorde het volgens mij net wat later. Het maakt allemaal niet Maakt allemaal niet uit. Het zit er weer op. Uitzending aflevering 7, Breda nu live. Ja, jammer. Gaat het toch snel, hè? Gaat allemaal zo snel. Scherven, alles is kapot. Alle scherven brengen geluk. Koffie is op. Ja, we gaan hem direct bijvullen. Maar we gaan eerst even afronden. Ik wil u bedanken weer voor het kijken. En volgende week, dan zouden we gewoon weer 6:30 Breda nu live op Breda nu. Tot dan. Blijf gezond. Groetjes. Doei, doei. Houdoe. Breda nu.